Zo, ik ga me klaarmaken om richting het station te gaan. We zijn nu bij het station te wachten op Vincent. Die kan op het moment nu komen namelijk. Want... Zo, daar zijn we dan. Hij is aangekomen, hey. We zijn even heen over. Nou, dan staan we nu bij de vogelkooi. Heel veel mensen die uit Woningsveen komen, weten waar het is, de vogelkooi. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker en wel. En ik moet nog even wakker worden. Ik ben heel laat geslapen, dat was een uur of vier pas. En ik ben nu al om bijna 9 uur. Ja, bijna 9 uur wakker. Het is bijna 9 uur, zo bedoel ik te zeggen. En ik ben al wakker. Zo. Wel een super lekker geslapen, alleen mijn gevoel van kort. Ik ga in ieder geval lekker klaarmaken om de computer op te starten. Ik ga lekker een douche te nemen. Om fris en fruitig te zijn. Dus dat ga ik sowieso eerst doen. Even wakker worden. En dan lekker aankleden en wel. En ik ga heel even nog wel... Wat ik dus ook ga doen is even lekker... vast dingen op de computer opstarten. En dan ga ik zo meteen maar lekker... wat zou ik zeggen? Editen, maar eerst douchen, aankleden en de ventilator nog even van mijn lichaam af. Daar vind ik nog te koud voor. Dus tijd natuurlijk dingen om te starten. Pardon, TikTok even aanzetten. Oké, ik zat even TikTok te kijken. In ieder geval, maar computer opstarten en dan lekker editen. Want dat moet nog gebeuren. Dus dat gaan we eerst doen. Dus ik kan daarheen, ik kan daarheen. Zo, editprogramma aan en let's go. Editen. Maar voordat ik ga editen ga ik eerst even lekker douchen. En ik ga ook nog even lekker radio aanzetten. En daarna kan je eten geven. Want die wil lekkere brokjes. En ik ga nu lekker douchen. Dus laten we dat nu doen. Wat ik nu ga doen is dat ik lekker aangekleed ben. En dat ik lekker nog koffie ga zetten. Om lekker nog wakker te worden. Kan je eten geven? Dat ben ik ook nog, moet ik ook nog doen. Dus dat ga ik in ieder geval nu doen. Dus laten we dat ook maar doen. En tussentijd. Kan je eten geven? Ja, je hebt honger hè. Ja. Hoppakee, komt eraan jongen. Komt eraan. Zo. Hoppakee. Ja, komt eraan. En dan ga ik tussentijd zelf koffie zetten. Lepeltje erbij. En bakje fleur, maar. Van goede meur, van geen gezeur. Dus dat ga ik ook nog even doen. En ik moet even water verder, zie ik al. Moet even gebeuren. Zo, nu komt hij. En dan is je water weer gevuld en wel. En dan gaat hij aan. En dan wachten maar tot hij gaat lopen. Dan ga ik tussentijd lekker editen. En wachten tot tijd is om Vincent te halen. Want die ga ik namelijk ophalen. En dan... ja, niet meer ergens hebben. Zo, ik ben even een paar uurtjes live geweest op TikTok. Dat was super leuk. Ineens zaten twee oude schoolgenoten van me in de livestream. Was ook even leuk om te doen. In ieder geval ga ik nu maar lekker rolgordijn omhoog gooien. En dan dadelijk naar het station te lopen om Vincent op te halen bij het station. En nu maar lekker vlog dingen op mijn computer doen. En dan zometeen klaar naar het station toe te gaan. Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook. En we gaan allemaal zien wat we vandaag gaan doen en dan gaan jullie ook veel zien. Zo, ik ga me klaarmaken om richting het station te gaan om hem op te halen. Dus ik pak even mijn spullen. En dan ga ik richting het station toe. Dus laten we hem klaarmaken richting het station toe te lopen. Nou, ik sta nu bij het station te wachten op Vincent. Die kan op het moment nu komen namelijk, want 13:06. Zou je komen, dus ik zit nu op om te wachten bij het station. Ik weet niet of hij nu al aankomt. In principe. Volgens mij nog niet. Hè. Volgens mij nog niet. Een paar minuutjes nog. Ik heb geen tijd op mijn telefoon, maar. Nee, ik zie hem nog niet in ieder geval. Maar het is even wachten op hem. En dan gaan we lekker chillen. Even lekker relaxen. Kletsen, beste over alles nog wat. We gaan zien waarover. En dan. In ieder geval, ik denk dat we even buiten gaan zitten bij hem met hem. Binnen is gewoon niet te doen, denk ik. Buiten is lekker weer.
van te genieten. Dus dat gaan we denk ik even doen. Dus ja, ik heb er zin in. Zo, daar zijn we dan. Hij is aangekomen, hey. We zijn even heen. Overigens, we lopen alleen op de weg, dat is niet helemaal anders. We zijn eigenlijk heen en weer geweest. We zijn wel door de Goudplein nog geweest net. Ja. Maar toen zat ik ineens te denken, hey, ik vergeet mijn portemonnee. Die moet ik wel hebben natuurlijk, anders kan ik... Wij zaten namelijk te denken om even lekker even iets te halen. Ja. Of even gewoon even lekker rustig, relaxed. Bij je Goudplein even lekker van de geweer genieten. Zeker. Ja? Hoe was de reis gegaan? Goed! Ja? Alleen wat best wel... Druk in de trein of viel het mee? Nou, het was best wel volle trein inderdaad. Oh, okay. Dus laatste stuk. Dus dat was wel sowieso... Heb je altijd als je hierheen komt eigenlijk? Nou, soms wel. Soms wel. Oké. Okay. En dat het druk is in de trein. Dat is best maar wel dat is gewoon echt wel weekend. Ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Ja, als het nee, is, dat is zeker niet gek, ja. Nee. Dus we gaan even richting Goudplein. Ga even denk ik wat eten halen. Ja. Dus laten we dat in ieder geval doen, hè Vin? Zeker, Salter. En dan gaan we lekker, denk even bij die ene... Ja, Kipi. Ja, dan gaan we daar even wat halen. Even wat eten, ja. Dus laten we dat even doen. Zeker. We zitten wel lekker hier te genieten. Oh, zo lekker, die broodjes. Ja, lekker hè, die broodjes, ja. Ja. Alleen, het vervelend voor mij is, ik heb nog haar. Dus ik kom af en toe haar in de zie je dat? Ja, dat is net wat minder, ja. Dat is te haarlang haar. Kan ja, goed zijn. Een... Ja, maar... Wat je weet wil doen, maar... Ja. Voor jezelf is dat vervelend. Je haar om je mond. Ja, dat is inderdaad wel vervelend. Ja. Maar goed, zou je weer net zo kap zetten als John de Wolf vroeger in de jaren 90? Zo, ja, die heb ook heel lang haar gewoon natuurlijk. Ja, klopt, ja. Zo, ja. Die heb ook heel lang haar. Maar ik vind hem ook wel leuk uitzien hoe die nu uitziet. Mm. Maar... In die tijd ziet dat ook wel goed uit. Ja. Dus, maar we gaan even lekker van deze broodje genieten. Super lekker. En van deze weer genieten. Ja. Want ik zei al tegen hem namelijk, ik denk dat het echt niet lekker is om binnen te zitten. Nee, dat denk ik niet. Lijkt nee. Me ook niet nee. Echt leuk. Nee, dat is ook niet heel leuk. Nee. Nee. Dus we dachten, weet je, we gaan buiten lekker lopen en misschien dan nog even ijsje gaan halen. Dat is ook een leuk idee. We gaan kijken wel wat we doen. We zien het wel wat ja. We doen inderdaad. Ja. Dus maar in ieder geval van deze weer genieten en deze broodje. Nou, dat gaan we als eerste doen. Nou, dan staan we nu bij de vogelkooi. Heel veel mensen die uit Wallingsveen komen weten waar het is, de vogelkooi. Maar deze bakkietjes, ze zijn volgens mij grasbakkieten of niet? Zou kunnen. Ja, gras. Hier staat hierop. Grasbakkieten. Oh ja. En deze heb ik gehad. En deze komen echt net ook net al naar ons toe. De hele tijd. Zo grappig. Wat grappig, ja. Ah, deze beestje vind ik mooi. Ja. Want ik heb... ja, die kleur is niet erg. Ik heb dat zo gele gehad vroeger. En een blauwe. Heb jij trouwens huisje? Ik had wel vroeger wel eens vissen gehad. Dat heb ik ja? Vroeger wel eens gehad. Ja, bij mijn ouders. Bij mijn ouders. Had ik er twee. Ja. Basie en Adria. Hoe toevallig. Ja. Nee, we hadden vroeger goudvissen gehad. En vroeger, dat was een leuk verhaal. Mijn vader die had... Die had, als je voor goudvissen kunnen zorgen, dan kun je rots krijgen. Zo, ja, dat is zo vaak gezegd, als je een huisdier kan verzorgen, begin je bij de vissen. Ja. Dat is altijd gezegd. Ik denk dat echt iets van die iets ouds klopt. Is. Klopt, ja. Ja. Ja, ik ken dat spreukje, spraakje ja. Wel. Ja, dat klopt. Maar nou, vogels heb ik al gehad, hè. Ja. En ook mooi als ze slapen of als ze schoonmaken. Nou, katten kan ook mooi zijn. Ja, als je zelf huisdier mocht bedenken, wat voor huisdier had je gewild? Een kat. Ja? Ja. En kun jij dat zelf, pardon, nu ook? Of nou, mag dat niet van jou zorgen? Nou, dat mag wel. Je mag wel een huisdier nemen, maar je moet wel tijd in besteden. En eigenlijk, dat is voor mij, nee, dat zou ik niet aan kunnen. In principe is één eten geven, katten pakken en juist, klaar. Precies. Ja. Plus een klein beetje aandacht. Ja, dat zou voor mij heel lastig zijn. Maar jij bent ook gewoon daarbij je gewoon heel veel weg, of niet? Ja, daarom. Ja, dacht ik al. Dus bij jou is het anders had je, ja, dat je niet kunnen volhouden met ja. Ja, ik ben ook veel meer thuis en ik ben maar 4 uurtjes weg, hè. Ja, dus dat is voor jou nogal verschil. Dat scheelt. Dat is voor jou nogal verschil. Er zijn een paar redenen dat ik veel thuis zit, maar ook, ja, dat dus. Ja. Nou, even een flesje pakken. Ja. En dan... Gaan we weer door. Gaan we even een beetje rond het Wallingsveen lopen eigenlijk. Dat is de bedoeling. En wat ik mee wil geven, veel water drinken. Tip van ons, hè? Tip van de week. Tip van de week, veel drinken. Dus, hey, hè? Hey, Stip. Ja, net als tip van de sip. Ja, tip van de sip. Oh ja, weet je dan nog even dat zei? Tip van sip. Tip van sip, ja. Ja, dat kun je ook zeggen.
dit voor de zip. Ja. Maar ja, we gaan goed. Even... Oh, no, we zitten natuurlijk. Gefeliciteerd met je bruiloft. Oh ja, ja. Voor mensen die niet weten, ik weet niet of ik mag melden, maar ga ik even voor de zekerheid toestemming vragen. Maar ik ga... Hij is inderdaad getrouwd en ja, ik kijk wel of dit erin komt of niet. Maar we gaan even een rondje van het veelopen, denk ik. Yep. Gaan we dat doen? Ja, gaan we doen. We zijn in ieder geval bij... Hoe heet het ook alweer? De Gouwe Park, volgens mij. Ja, de Gouwe Oude is dit, hè? Ja. Dus maar we gaan even een rondje lopen met z'n tweetjes. Ja, dat gaan we. Zo, we hebben heel even bij mijn thuis gezeten en lekker een rondje gelopen in ieder geval. En nu gaan we lang naar mijn moeder toe om daar lekker gezellig te eten. Ja. Ja, nou jij weet nu al wat we gaan eten. Ja, ik weet nu wel je wat we gaan eten. Je wou hier wel als eerste als verrassing natuurlijk. Hè? Ja, dat klopt. Maar dat is... Wat dat? Daar heb je wel trek in, hè? Ja, best wel, ja. Maar ik kon er een glimlach lopen. Ja. Dus, maar we gaan nu naar mijn moeder toe. Ja. Daar lekker te eten. En dan gaan we voor de rest zien. Precies. Ja, nee. Niet zien, eigenlijk. Jij gaat al naar eten, nice. Klopt, ga naar het eten. Hoor je vast even voorbij gezegd te hebben. Dus ja, we gaan nu in ieder geval richting de moeder toe. Hoe heb je het gevonden? Ik vind het nog altijd heel leuk. Lekker gewandeld. Ja. Ja, eigenlijk 3 uurtjes volgens mij. 3 uurtjes gewandeld. Ja, inderdaad, ja. Dat we iets wel nuttig hebben gedaan. Want, ja, ik ga me eens zo op die kant. Ja. We waren uur of... 1 was ik. Ja, uur of 1 dus, dan is het. Denk ik. Het is nu 4:05. We hebben bijna 3 uur of 2 uur gelopen. 2 uurtjes gelopen, ja. Ja. 2 uurtjes, oh. Nou, ook wel prima. Maar en daarna even bij je gezeten, want door veel lopen. Ja. Dus al 2 uurtjes is best wel veel natuurlijk, hè. Ja. Dus. Of kun je altijd wel langer lopen? Nou, probeer je wel 2 uurtjes te lopen, maar... Daarna was echt wel te veel voor je. Ja, nou ja, weet je, ik heb een keer 5 uurtjes gelopen. Ja. En ik heb ook een keer 10 uur geweest te winkelen. Dat was heel lang. 10 uur? Ja. Nee, niet. Ja, in Amsterdam. Was dat. Echt? Ja, dat was echt te veel. Ja, nee, maar okay, dat is logisch, want Amsterdam is best wel groot. En dat is, is wel logisch dat je dan gaat winkelen. Ja, want je komt die winkel tegen en dan ga je daar blijven ophangen. Ja. En dan ga je de volgende keer, hier is hier nog een leuke winkel natuurlijk. Ja. Ik weet niet of jullie herkenbaar is. Ja, dat van meiden of vrouwen of van je ouders, moeders, open oma's, noem maar op. Of die ook veel winkelen, laat even weten in de reactie. En wat jullie van vinden dat hij een keer weer is in deze vlog. Ja. En gaan we naar de rest van de... Ja, sowieso. Oh, ineens kijk kogels. Wauw. En dan staan we weer bij het station. En ik zie ineens dat mensen staan daar zo verderop. Ik ga voor zeker niet filmen, maar ik weet niet of ze een beeld willen natuurlijk. Want ze schrijft zich recht. Maar hij gaat helaas vandoor. Helaas! Maar het belangrijkste is, jouw vraag, heb je leuk gehad? Zeker, ik heb wel leuk gehad hier. Gelukkig. Altijd. En lekker gegeten. Zeker. Ook dat nog. Ja, dus ja. En nu is het tijd om afscheid te nemen. Ja. En wat ik verder ga doen, dat gaan we nog zien. Dus wil je weten, hou mijn vlogs in de gaten. En wie weet, ja, gaan we te zien. Ja, in ieder geval, Vincent, gewoon even door. Ja, inderdaad. In ieder geval, dankjewel, man. Bedankt voor de gezelligheid. Zeker. Ja, ik heb de camerabeeld in mijn handen natuurlijk. Dus. Ja, dankjewel voor de gezelligheid. Ja. En jij komt binnenkort naar mij. Moet ook even vlog in de gaten houden. En meneer, hou je mijn vlogs in de gaten. Dan komen jullie wel binnenkort te zien. Dus wie weet, zien jullie het wel binnenkort. Ja. Dus de tijd is nu 12 uur geworden. Heb ik eigenlijk de hele tijd eigenlijk de livestream op TikTok. Het was super gezellig met andere mensen. Eén persoon uit mijn oude school. Super gezellig. En ik had het net toevallig met jullie over. Ik ga denk ik wel, nou, als ik ga slapen, in ieder geval deze deur gaan dicht doen. Want ik weet niet hoe laat ik wakker word. Dus dadelijk word ik 12 uur wakker of wat dan ook. En dan ga ik vergeten om dicht te doen. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga in ieder geval nog niet slapen, denk ik. Ik ga nog even lekker relaxen, want ik heb nog eigenlijk een biertje nog staan. En die ga ik nu al in ieder geval even opdrinken. En dan ga ik ook klaarmaken om te slapen. Dus ik ga lekker die vlog hier wel afsluiten, in ieder geval. Maar excuus dat het een lang korte vlog is, in ieder geval. Ik hoop in ieder geval wel hebben genoten van deze dag. Ik heb in ieder geval wel van gezelligheid van Vincent. Dus Vincent, als je dit keer terugkijkt, bedankt voor de gezelligheid. En ik hoop je snel mogelijk weer te zien. Het is tijd, mijn buurman is weer terug. Die is ook even lekker langs geweest. En nu maar even bijkomen. En relaxen maar. Even achter de computer nog een tijdje. Dus...
Maar ja, was het nogmaals super gezellig. Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker nog gewoon naar bed toe te gaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor kijken deze vlog. Hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou ik het tof vinden als je me abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers in Groenheel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Die heb ik al lekker een half uurtje gedaan qua gekuurtje. Dat is max. Gebruik ik die eigenlijk voor buiten niet hoor. En ik pak hem zo van de weg.